er blijven voor gaan, er blijven naar zoeken om het nog altijd beter te doen. En dat is eigenlijk, denk ik, hetgeen dat het team zo sterk maakt en dat ze eigenlijk maar één doel hebben en dat is ervoor zorgen dat die kinderen leren op een aangename manier. Wij zijn het 1B-team van het Atheneum Schoten. Naast mij zit mijn collega Bert Ameloot. Hij geeft vooral techniek. Aan mijn andere zijde zit Christophe de Bruin. En wij geven samen het PAV-gedeelte. 1B-leerlingetjes zijn leerlingen met allemaal hun rugzakje op, zoals wij dat noemen. Dat gaf spanningen en elk jaar werden de problematieken maar erger. Wij hadden daarvoor klassen van ongeveer 12 leerlingen, maximum 12 leerlingen. Ons groot lokaal nu waren daarvoor twee kleine lokaaltjes. Als er een probleem was, konden er niet echt diep op ingaan, omdat de rest zat er ook en je moest verder met je lessen. We gaan de klasdojo nog invullen en dan kunnen we zoiets na de speeltijd ons terug opsplitsen in de groepen, dat moet zijn. Ze hadden zoiets van, alleen kunnen we dat niet meer. Effectief hebben ze ons een schooljaar gevraagd om van allerlei dingen uit te proberen. En daarom zijn we eigenlijk begonnen met het co-teachen. En we zijn er dan met drie ingevlogen en we hadden de tussenmuur uitgebroken. Als je dat niet doet, kan je ook niet deftig starten en kun je ook niet co-teachen. Het is alles of het is niks eigenlijk. Ja, als je aan zo'n project begint, dan moet je er zelf ook wel achter staan dat je heel wat zelf gaat moeten doen. En ik kwam weer binnen in het lokaal en ik dacht, oh, dat is kei groot. Oké, we gaan deze echt doen. We gaan gewoon samen lesgeven, want nu kunnen we niet meer terug. En dan komen we nog bij 1 meter. Wie kan dat eens uitbeelden? Hoe is dat? Zo, zo, zo. Je neemt de kniptang van het bord of hier het bakje en je knipt 6 stukjes. Je moet alle 6 kloppen. Met 3 is dat makkelijker. Dan kunnen die eerder helpen. Die leggen dingen uit. Als ik dat niet kan, dan leggen die dat goed uit voor een toets. Het is een moeilijke stap voor ouders als ze vernemen dat hun kind niet naar een A-stroom kan doorgaan. Die komen hier allemaal met een beetje angst. Maar als je dan na de eerste 2 dagen mensen hoort van oh, ze danst naar school of nu is ze echt gelukkig, dan weet je dat ze goed bezig zijn. De leerkrachten zijn heel nauw betrokken eigenlijk bij Mathieu, heb ik het gevoel. En hij voelt dat zelf ook zo aan, want hij heeft ook een leerstoornis. En er is wel wat zorg nodig voor mijn zoon, maar die wordt ook gegeven. Ze weten zeer goed waar zijn sterke punten liggen en waar zijn zwakkere punten liggen en proberen ja, ook aan zijn zwakkere punten te werken. Zijn niet te rap tevreden van uw eigen, hè? Zie dat recht is, hè? Je moet met 3 goed overeenkomen en als die leerlingen dat ook voelen, van, dat zijn eigenlijk 3 vrienden die dat ervan voorstaan en die weten wat ze aan elkaar hebben, ja, dan werkt dat ook wel in de andere richting. Wat je zo dadelijk gaat doen, ja, als ze individueel werken, dan ga je met die kleurtjes, blauw, rood en geel, ga je de lengte, de breedte en de hoogte aanduiden op dat tekeningetje. Mevrouw Callis is een lieve mevrouw, zij helpt kinderen. Als er een kindje dat niet goed kan leren of zo, dan pakt ze die apart en gaat ze met hem leren. Met techniek, ik snap er eigenlijk niks van vroeger. Maar nu door meneer Ameloot kan ik wel zoals met gereedschappen werken. Hout en een beetje elektriciteit. En mevrouw Callens en meneer Bruin hebben mij ook al heel goed geholpen met procenten, want daar was ik nog niet goed in. Ze hebben mij daar heel goed bij geholpen en nu snap ik dat wel wat beter dan vroeger. Ze zijn allemaal lief, niet zo streng, maar ze kunnen streng zijn. En ik ga zelfstandig aanlaars geven, want ik vind echt wel dat dat bij hem past. Je kan ongelooflijk goed zelf werken, zelfstandig zijn, je kan ze een plan trekken. De resultaten van de leerlingen zijn eigenlijk ook wel verbeterd tijdens onze werking van co-teachen. Eigenlijk gewoon omdat we die ook veel beter kunnen opvolgen. En wat dat voor ons denk ik nog het belangrijkste is, nog meer denk ik dan punten, is hoe dat die leerlingen zich voelen, dat die terug graag naar school komen
En er zijn er altijd een aantal bij die dat in de lagere school zoveel tegenslagen hebben gehad. En dat we dan dit jaar zien of merken van ouders op oudercontact van die komen terug kijken graag naar school. Dus dat is dan wel nog leuker dan punten die beter zijn.